kijk eens aan. Goedemorgen, hoe is het met jou? Ja, het is goed. Ja, jij denkt nu wat komen ze hier doen, maar we staan hier met de champagne klaar voor jou, Hans. Want op grond van jouw ambassadeurschap heeft de activiteitscommissie en het bestuur van WTCE besloten om jou te benoemen tot ondernemer van het jaar 2016 van WTCE. Dus daar komen wij een glaasje op drinken met jou. Oh, geweldig. Kom binnen, welkom. Leuk. Doe me graag. Ja. Het is natuurlijk een grote verrassing voor jou, Hans. Ja, nou, heel erg leuk. We zijn natuurlijk toch ook vanwege het feit dat jij te boek staat als een van onze leden die altijd een bijzondere gedachte heeft ook bij het World Trade Center. Ook moeite doet om anderen te activeren, te stimuleren, positief te benaderen, om ook weer bij het netwerk aan te sluiten. En dat vinden wij heel bijzonder en daarin heb jij al je sporen verdiend, zal ik ook maar zeggen. Dus daarvan vonden wij het ook zeker heel belangrijk om jou eens een keer in het zonnetje te zetten. Jullie bedrijf een keer in het zonnetje te zetten. En dat gaan we doen, jullie in allerlei media mee te nemen. Waar wij een mooie profilering verzorgen voor drukkerijen, Klaasjes. Ja. En jou natuurlijk tijdens de eindejaarsbijeenkomst ook te benoemen daar als de WTC ondernemer van het jaar 2016. Hans, van harte gefeliciteerd met je benoeming tot ondernemer van het jaar 2016. En uiteraard geldt die felicitatie niet alleen voor jou, maar ook voor Hanny. Want ik heb de indruk dat jullie toch samen het bedrijf runnen. Als burgemeester ben ik er natuurlijk heel trots op dat een zomerse ondernemer die felicitatie toegereikt kan worden. Want je hebt toch wat laten zien, je hebt wat gepresteerd. Je bent bekend ook bij het WTC in het Eindhovense. En dat is natuurlijk goed voor alle ondernemers, maar zeker ook voor zomerse ondernemers. Dus van harte gefeliciteerd ermee.